Oké, Monique is even verder gegaan met het aanbrengen van de tape, omdat ik er een beetje tabak van had. Ik ben ondertussen alvast een beginnetje gaan maken aan de maden. De maden maken we van vloeibare latex. Die dus. Door in een bakje te doen en met dit wegwerpmesje. Even kijken of ik het kan doen en filmen tegelijk. Een beetje eruit te scheppen. En dan zo. Nou ja, goed, die laatste is niet echt geweldig groot. Maar zo breng je in ieder geval wel die druppels aan. Ze zijn, pak een beetje 1,5 centimeter in doorsnee. En die moet eerst drogen en dan gaan we er verder mee. Maar dit is dus de basis, de eerste basis voor het maken van kruipende maden. Maden in Holland. Nou, Monique is bezig met maden. Wat heb ze gedaan? Beetje okergele verf gemixt met wat witte verf. En nu aan het schilderen. Als dat droog is, dan gaan we verder. Dan gaan we ze eigenlijk gewoon simpelweg oprollen. Er is er al eentje opgerold, die ligt ernaast, die. En we merkten dat het verf toch echt nodig is. Want als je hem zo oprolt, dan is hij wat doorzichtig en lijkt het meer op een simpele rijstkorrel. En geeft het niet de indruk van maden. Dus Monique doet het even en dan is het tijd om dat te laten drogen. En daarna zijn de maden snel klaar. De verf is inmiddels droog en wat Monique nu eigenlijk doet, is die gemaakte rondjes één voor één rollen. En dan krijg je dus al maden. Die zijn al redelijk ver gevorderd zo. Toch gaan we zo meteen nog wat extra's eraan doen. Dezelfde verf trouwens die we hebben gebruikt voor de maden, heb ik zojuist ook gebruikt voor de tanden van Humphrey. Wie is Humphrey? Nou, zo noemen we hem. Het lijkt wat we aan het maken zijn. We hebben immers al een Kevin en we vonden Humphrey ook wel een hele leuke naam. Nou, Monique is lekker aan het rollen. Beetje bruine verf en dan hebben ze de mond. En dat doe je gewoon één voor één aan één kant. En we zijn inmiddels weer wat stapjes verder. Dat oog heb ik er opgeplakt. Eerst nog extra bloedstrengen zeg maar, aangebracht met rode wol. En erop gelijmd en ingelijmd met siliconenkit. Deze doet even niet wat ik wil. Verder dus nog een keer met huidskleurverf eroverheen. En nu dus de maden op hun plek. Proberen te krijgen. Deze hebben we er ook nog in gedaan. Zo'n 1000 poot, zeg maar, die eruit komt kruipen. En die maden, die plak ik er één voor één in met latex, waar ze ook zelf van zijn gemaakt. Om het simpele feit, latex plakt het beste met latex. En als ik het erop doe, dan ziet het er wit uit, maar het droogt eigenlijk kleurloos op. Dus daar kan je gewoon prima mee werken. En omdat het een nauwe ruimte is waar ze inkomen, werk ik even met een pincet, omdat die dingen natuurlijk klein zijn. Dus dat idee. Ik kan er hier nog een aantal, denk ik, van die maden. En dan, nu dat hij toch nog even staat, kunnen we ook mooi zo meteen het haar erop aan gaan brengen.
En dat ga ik denk ik doen met het restje bizonkit wat ik nog over heb van het maken van de Harry Potter sorteerhoede. Het wordt simpelweg klokjes, dubbele strengen. Ik denk wel dat ik een aardig lang haar wil. Dus het wordt dan zeg maar zo. Ik heb het ook eigenlijk laten zien. Van die dubbele strengen wordt het er dadelijk zo allemaal opgeplakt. Over elkaar, door elkaar en in bepaalde hoedanigheden. Ga je eens van de tafel af? Ja. Gaat er dan maar af inderdaad. Heel goed. Hup. Goed. Huisdieren. De lokaliteit in beeld. Dus ja, dat eigenlijk. En als dat allemaal klaar is, dan... Ondertussen gaan we deze darmen ook alvast een beetje in positie lijmen met het lijmpistool, een beetje dit idee. Zodat het een beetje een anatomisch correcte positie heeft. En nou ja, goed, wordt helemaal leuk. Hè, maar omdat hij nu nog in die emmer moet staan, zolang ik hiermee bezig ben, komen de darmen nog niet aan Humphrey zelf vast. Dat komt pas een beetje op het eind. Maar we schieten lekker op zo. Dus, are we having fun yet? Yes, we do.